Hallo. Als je als schrijver een personage een vorm van genialiteit wilt geven, dan zul je zelf met iets geniaals op de proppen moeten komen. Of in ieder geval de andere personages moeten laten denken dat er iets geniaals is bedacht. Wauw. In de roman Gebrek is een groot woord van Nina Polak is het de 17-jarige Juda die op het punt staat examen te doen, die een succesvol sociaal en literair netwerk met de naam Aurin heeft bedacht. Waarbij er verhalen worden gefound, oftewel geplaatst, en waarbij gebruikers weer verhalen verzinnen over bijpersonages die in die eerdere verhalen voorkomen. En zo ontstaat er een netwerk of een heel universum aan verhalen. Dit alles is vormgegeven in een flitsende interface en zo ontstaat er eigenlijk de perfecte democratische hypertextualiteit die in de begindagen van het internet volgens sommigen de nieuwe vorm van verhalen vertellen zou worden. Naast het plaatsen van verhalen discussiëren de gebruikers van Aurin ook over de inhoud van hun verhalen, bijvoorbeeld over mogelijk seksisme in de door hen bedachte verhaallijnen. Het netwerk heeft dus een regulerende functie. Geniaal of niet deze literaire utopie, het is de plek waar Juda de wereld ontdekt en mensen ontmoet. In het echte leven is deze tiener daar wat minder handig in. En heel symbolisch is zijn pseudoniem of zijn avatar dan ook Pink Armadillo, oftewel een roze gordeldier. Hoe anders is het vluchtgedrag van Nieke Nauta, ook wel Skip genoemd, de hoofdpersoon van dit boek. Als 20-jarige is Amsterdam ontvlucht en ze heeft 7 jaar lang voornamelijk op zee geleefd. Als in Cannes haar semi-pleeggezin weer ontmoet, waar Juda ook deel van uitmaakt, laat ze zich overhalen om weer in Amsterdam te komen wonen en haar verleden te ontmoeten. Nina Polak vertelt het verhaal door middel van flashbacks over hoe Nienke in een flat in Slotervaart opgroeide met haar moeder en over hoe ze verliefd werd op Borg, met wie ze bij terugkomst direct een affaire begint, met alle gevolgen van dien. Daarnaast wisselt de schrijver af met WhatsApp-berichten, e-mails en zelfs een volledige novelle geschreven door Borg. Overigens opzichtig, navelstaardig en slecht geschreven. Kun je je hechten aan een plek of aan mensen? Of gaat het slechts om het bouwen van netwerken? Of gaat het om dingen niet saai vinden, maar dan ook niet de hele tijd hoeven zeggen dat dingen saai zijn? Of gaat het om the greater good? En kies je dan voor je huidige ik? Of voor de ik die je wellicht nog kan worden met een eventueel gezin? In Gebrek is een groot woord keert Nienke als een soort Odysseus terug van zee. Maar er is geen sprake van een Griekse tragedie of een komedie. Wellicht alleen van het gemunte bontekoe-complex. Want gelukkig voor Nienke is er altijd nog de zee. Centraal in het oeuvre van Adriaan van Dis staan zijn boeken met een duidelijk autobiografische lading, waarin hij zelf in het personage van Nathan zit en zijn familieleden centraal staan. 11 jaar na zijn debuut Nathan Zit verscheen de roman Indische Duinen, waarin hij de familieleden uit zijn debuut uitdiepte en voornamelijk zijn herinneringen aan en zijn relatie met zijn vader onderzoekt. Een vader die stierf toen hij nog jong was. Een vader die hij haat. En dit onderzoek start met de dood van zijn zus Ada. Bij het regelen van de begrafenis ergert hij zich aan de begrafenisondernemer, maar ook aan de zweverige kant van zijn zus Saskia en zijn moeder. Daarnaast ontmoet hij een oude jeugdvriendin en dan ontluiken vaderlijke gevoelens voor zijn neefje die zojuist zijn moeder heeft verloren. Zo duikt hij in zijn herinneringen en wordt hij geconfronteerd met leugens binnen de familie. Een familie die bestaat uit stiefouders, halfbroers en halfzussen. Doordat op hem na het hele gezin uit Indië komt, voelt hij zich bovendien een buitenbeentje, een totok. En dat is een motief dat ook al in het boek Nathan Zit voorkwam. En hij zoekt antwoorden op vragen. Waarom zijn zijn ouders nooit getrouwd? In hoeverre lijkt hij op die dominante vader die hem sloeg en beledigde? En waarom is zijn halfzus zo positief over haar stiefvader? En waarom is zijn oudste zus ooit zo plotseling vertrokken naar Canada? De herinneringen van de personages worden tegengesproken door anderen of door historische boeken die de ik-persoon leest. Maar de schrijver zet aan het einde ook de herinneringen van de ik-persoon op losse schroeven wanneer hij de gedachten van de moeder noteert die maar niet kan snappen waarom haar zoon zijn vader haat. De ik-persoon die voor de oplettende lezer ergens Nathan wordt genoemd projecteert zijn vader-obsessie op zijn neefje Aram en laat zich zelfs verleiden tot het bezoeken van een heavy metal concert. Maar als hij na veel twijfel zijn neefje uiteindelijk vraagt om bij hem te komen wonen, om hem een betere jeugd te gunnen, dan leert hij dat hij de situatie verkeerd heeft ingeschat. Idioot die ik was. Dromer van zonen en vaders die elkaar nooit zouden vinden. Indische Duinen is een familieroman in cyclusvorm, wisselend tussen heden en verleden, tussen herinneringen en leugens, tussen Nederlandse duinen en Indische jappenkampen. En waarbij familieleden botsen over hun gedeelde verleden en herinneringen en waarbij foto's letterlijk worden verscheurd. Of zoals in de woorden van de ik-persoon, familie, ze maken je kapot.
Roald Dahl is natuurlijk bekend als schrijver van die geweldige kinderboeken. Maar hij schreef ook een van de meest naïeve en wereldvreemde personages in het verhaal Pig. Waarin een jongen, Lexington genaamd, naar de grote stad New York vertrekt en daar voor het eerst varkensvlees eet. Zijn naïviteit wordt hem vervolgens noodlottig. Het is een luguber en macaber verhaal van deze kinderboekenschrijver. Ik moest even aan deze Lexington denken toen ik begon te lezen in de roman Vogel van Anne Koens. Ook kinderboeken schrijft ze en met deze roman mikte ze op een wat ouder publiek. Overigens wordt Roald Dahl in het boek ook even genoemd. Hoofdpersoon is de ik-persoon Berre, die na haar eindexamen hals over kop haar moeder en haar zusje verlaat en in de grote stad gaat wonen. Ze vindt een baantje, gaat studeren en oogt nogal wereldvreemd. Ze heeft geen plan, ze laat de dag haar identiteit bepalen. De situatie bepaalt haar handelen en haar handelen bepaalt wie ze is. Misschien is ze iemand die uitslaapt omdat ze tot laat heeft gewerkt. Berre neemt een andere naam aan en probeert het leven te ontdekken waar ze tot dan toe geen weet van had. Via flashbacks kom je erachter dat de scheiding van haar ouders en de antroposofische insteek van haar moeder, die zichzelf vooral als slachtoffer ziet, de oorzaken zijn van hoe Berre zo geworden is. Koen schrijft dromerig naïef proza met hier en daar een onverwacht pijnlijke observatie. Pas later begrijp je waar dat gelukzalige verdrinken in de clichés van het studentenleven vandaan komt. Voor Berre geen noodlottig einde zoals Lexington, maar eerder een onbevredigend einde. Ze zoekt haar vader op, maar ze durft hem niet aan te spreken. Ze bezoekt haar moeder, maar ze kan niet formuleren wat ze nu daadwerkelijk vindt. En tegelijkertijd realiseert ze zich dat de werkelijkheid van vroeger voorbij is en dat het er op dit moment eigenlijk ook niet meer toe doet. Ze had moeten praten, dat had alles makkelijker gemaakt. Misschien had het het ook niet makkelijker gemaakt, denkt ze meteen achteraan. Het is haar buurman die een schimmige zaakjes doet, die Berre typeert als een vogel. Een meisje dat het nest heeft verlaten, nog steeds naïef is, maar dat wel heeft besloten het verleden achter zich te laten.